Ik ben Petra van der Werf, ik werk bij Ambient en ik heb hier op de Waterinfodag vandaag een presentatie gegeven over de Atlas Leefomgeving. Ja, Atlas Leefomgeving is een internetportaal waarin we met alle overheden van Nederland informatie ontsluiten op een begrijpelijke en integrale manier over de leefomgeving. En dat doen we niet alleen door informatie te laten zien, maar ook door daar een stukje duiding bij te geven. Dus we leggen ook uit wat een kaart bijvoorbeeld betekent en wat je zelf kunt doen om de leefomgeving een stukje beter te maken. Dus we maken niet onze eigen informatie, maar die halen we met name van het Nationaal Georegister en van alle bronhouders die bij ons aangesloten zijn. En die ontsluiten we dan op die ene plek op de Atlas Leefomgeving. Ja, we hebben een hele brede doelgroep. Atlas is opgericht naar aanleiding van het verdrag van Aarhus. En in het verdrag van Aarhus hebben de overheden gezegd, wij willen informatie proactief ontsluiten naar burgers en professionals. Zodat iedereen een gelijke startinformatie heeft wanneer we een besluit nemen over de leefomgeving. Dus we richten ons op professionals en op burgers. Maar eigenlijk richten we ons met name op mensen van wie die andere specialisten niet hun eigen specialisme is. Dus we hebben bijvoorbeeld informatie over geluid of over cultureel erfgoed. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen hier op de beurs die uit de waterschapssector komt, direct weet wat hij met informatie over archeologie aan moet. En dan kun je zo'n kaart kun je bij ons vinden. Kun je een stukje tekst ook terugvinden over wat je op die kaart ziet. En wat je met die archeologische informatie moet en hoe je daar ook mee om kunt gaan. Bijvoorbeeld op het moment dat je een gebied herontwikkelt, dan kun je van al die verschillende onderwerpen kun je snel informatie bij elkaar zoeken. Maar ook bijvoorbeeld als burger, dus op het moment dat jij wil gaan verhuizen naar een andere stad, dan kun je heel snel een indruk krijgen van de wijk of van die straat waar je een huis hebt gevonden. Om te kijken of je in een gezonde buurt woont. Atlas Leefomgeving is nog niet zo bekend. Maar als je kijkt naar onze community, dan hebben we zo'n 200, 300 mensen die wel vrij actief bezig zijn met Atlas Leefomgeving. En we ontsluiten het ook naar bijvoorbeeld nieuwssites, dus kranten, NOS. Die proberen we ook te wijzen op de informatie die de overheid heeft via de Atlas Leefomgeving. Zodat die via die kanalen ook weer beter gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld een van de kaarten die we ontsluiten is de ecologische kwaliteit volgens de KRW. Die ontsluiten we al. Dat is informatie wordt ontsloten door het informatiehuis water van alle waterschappen. En die tonen wij dan nog een keer extra in onze etalage.